Hey, welkom op dit YouTube-kanaal. Ben je nieuw? Abonneer op onze YouTube-kanaal en laat een like en een commentaar achter. Veel kijkplezier. Nummer 10 Marinus B. Marinus B., geboren in Mungo 3 juli 1971, is een Surinaamse politicus, voorzitter van de Nationale Vergadering van Suriname en sportmanager. Als sportmanager was hij 10 jaar voorzitter van de Albina Sports Foundation en sinds 2014 voorzitter van SV Papatam. B. is sinds 2010 gekozen in de Nationale Vergadering van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP, voor het Marowijnen-district. Nummer 9: Krishna Kumari, Krishna, Mathura. Krishna Kumari, Krishna, Mathura, geboren in Wanika 23 mei 1963, is een Surinaamse senior-politieagent die in 2015 politicus werd. Ze was lid van de Nationale Vergadering in Suriname voor de Progressive Reform Party, VHP. Op 16 juli 2020 is Matura benoemd tot minister van Defensie, nummer 8 Michael Ashwin Satyandra Adin. Michael Ashwin Sachjandra Adin, geboren in Paramaribo 10 juni 1980, is een Surinaamse opvoeder, politicus en was de vice-president van Suriname tussen 2015 en 2020. Hij is lid van de Nationale Democratische Partij. Op 35-jarige leeftijd werd hij de jongste vicepresident in de geschiedenis van Suriname die de Raad van Ministers leidde. Adin is een hindoe van Indiase afkomst. In juli 2013 werd Adin minister van Onderwijs in het kabinet van president Desi Boutersen. Na de Surinaamse Algemene Verkiezingen van 2015, waarin Adin werd gekozen in de Nationale Vergadering voor het Kiesdistrict Paramaribo, werd hij op 12 augustus 2015 aangesteld als vicepresident en diende hij tot 16 juli 2020, nummer 7 Gilmour André Hoefdraat. Gilmore André Hoefdraat geboren in Paramaribo 17 december 1962. Hij is een Surinaams politicus, econoom, shaker. Hij was vanaf 2010 president van de Centrale Bank van Suriname. Van 2015 tot 2020 was hij minister van Financiën. In augustus 2015 trad hij aan als minister van Financiën in het tweede kabinet Bouterse, nummer 6 Jules Albert Weidenbos. Jules Albert Weidenbos, geboren 2 mei 1941 in Paramaribo, is een Surinaamse politicus die president van Suriname van 1996 tot 2000 was. Hij was lid van de Nationale Democratische Partij, die in de jaren 80 absolute macht in Suriname had. Hij was premier van april 1987 tot januari 1988, vicevoorzitter van januari 1991 tot september 1991 en voorzitter van september 1996 tot augustus 2000. Hij is nu de leider van Democratisch Nationaal Platform 2000. Hij verliet een brug met zijn naam, nummer 5 Ramdien Sartiu. Ramdin Sarkiel is een Surinaamse politicus en was vanaf 2005 tot 2010 vicepresident van Suriname. Hij is lid van de Progressive Reform Party (VHP). Nummer 4 Nirmala Badder-Ising. Nirmala Badder-Ising, geboren 4 juli 1962, is een Surinaamse diplomaat en politicus. Zij was minister van Buitenlandse Zaken tussen 12 augustus 2015 en 1 februari 2017. In november 2011 werd Badrissing aangesteld als permanent vertegenwoordiger van Suriname aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, met mede-accreditaties aan de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en Wereldbank. Zij heeft haar positie in januari 2012 aangenomen. De Surinaamse regering heeft haar vervolgens voorgesteld als ambassadeur in de Verenigde Staten. Nummer 3 Patrick Pengel. Patrick is een Surinaams politicus. Van 2015 tot 2018 was hij minister van Volksgezondheid en van 2018 tot mei 2019 minister voor Openbare Werken, Transport en Communicatie, nummer 2 Ronnie Brunswijk. Ronnie Brunswijk geboren in Mungo 7 maart 1961. Hij is een Surinaams-Aukaanse politicus, ondernemer. Hij is sinds 2020 vicepresident van Suriname. Ronnie Brunswijk is de eerste Aukaanse voorzitter van de Nationale Assemblée en de eerste Oukaanse vice vicepresident in Suriname. Nummer 1 Desiré Delano Bouterse. Desiré Delano Bouterse, geboren in Domburg 13 oktober 1945, is een Surinaamse militaire officier, politicus die van 2010 tot 2020 president van Suriname was. Van 1980 tot 1987 was hij de feitelijke leider van Suriname. In 1987 richtte Boutersen de Nationale Democratische Partij, NDP, op. Op 25 mei 2010 won de Politieke Alliantie van Boutersen, de megacombinatie waartoe ook de NDP behoorde, de parlementsverkiezingen, en op 19 juli 2010 werd Boutersen verkozen tot president van Suriname met 36 van de 50 parlementsstemmen. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren. We zien elkaar terug bij de volgende video. Welke video moeten wij nu maken? Laat dat weten in de comment.